We zijn vandaag bij de Permanent Beta Lab Sessie. Permanent Beta is een platform dat mensen met elkaar verbindt die creatief zijn, nieuwsgierig zijn naar technologie en allemaal mogelijkheden van deze tijd. En bij de Lab Sessies betrekken we mensen uit onze community bij allerlei maatschappelijke vraagstukken van bedrijven. En we hebben vandaag 3 sessies gehad en vanavond waren we met Defensie, Luchtmacht, Landmacht bij elkaar om met ze mee te denken over hoe crowdsource je nou de vraagstukken rondom veiligheid en vrede. Hoe kun je er nou voor zorgen dat de burgers mee kunnen en mogen denken, maar ook mee mogen handelen met de vraagstukken van Defensie, zodat het vraagstuk van veiligheid en vrede het vraagstuk is van iedereen en niet alleen van een paar mensen met een uniform. Nou, het is hartstikke leuk geweest. We waren met een man 15 of 20 of zo. We hebben hier Lisbeth, Robert en Nico en die waren er namens Defensie. En we hebben enorm veel ideeën opgehaald, dat in een hele korte tijd. Dus we interviewen ze even over, ja, wat heb je meegemaakt en wat vond je ervan? Lisbeth, shoot! Ja, ik vond het ontzettend inspirerend. Super gaaf om te merken dat je met zo'n kleine club mensen binnen een uur zoveel ideeën kunt verzamelen waar we verder mee kunnen. Dus dat was echt helemaal te gek. Oh, hartstikke fijn. Nou, mooi. Robert, wat heb jij meegemaakt en hoe voelde dat? Nou, ik sluit me daar graag bij aan. We kwamen hier 2 uur geleden met best wel een vaag probleem. Een half uur best wel veel discussie over wat is nou eigenlijk het probleem. Een half uur later staan er al eens 3 concrete vragen op het bord. En een uur later zijn er meer antwoorden dan ik ooit had gedacht dat mogelijk was op dit toch best wel complexe vraagstuk. En dit was eigenlijk maar de eerste poging. Ja, dit was de eerste poging. Dat je met een paar mensen, we zien iets gebeuren in de maatschappij, we willen daar iets mee. Het idee om Permanent Beta daarbij te betrekken is iets van een paar maanden geleden. We hebben dit georganiseerd. Ik had er hoge verwachtingen van, maar ik had niet verwacht dat er zoveel uit zou komen. En ik weet echt 100% zeker dat hier ideeën tussen zitten waar we concrete dingen mee gaan doen en die echt bij gaan dragen aan het verkleinen van de afstand tussen Defensie en de samenleving, die de samenleving veiliger gaan maken en die de burger daar veel meer bij gaan betrekken dan nu het geval is. Daarin zien we trouwens in 1 keer niet zo handig, nog veel, maar laat de minister dit niet horen, want straks denken ze, oh, we kunnen prima bezuinigen, want dat was er met z'n allen. Nee, gekheid, want heb je ook materiaal en spullen nodig, maar volgens mij zijn we echt heel erg gekomen. Absoluut. Ontzettend fijn dat we met jullie wat. We hebben ook nog Nico, die werkt niet bij de luchtmacht, zoals Rob, maar bij de landmacht. Ja, hoe was dit voor jou? Het was geweldig. Buiten het feit dat ik denk dat er heel veel bruikbare ideeën tussen zitten, vind ik het vooral leuk om met een groep mensen die toch wel anders uit dan andere delen van de maatschappij komen samen te komen en dan te ontdekken dat je eigenlijk dezelfde ambities hebt en ook dezelfde idealen. En dat vind ik heel verrijkend, vind ik inspirerend, maar ik vind het ook heel nuttig omdat zij vanuit een ander perspectief naar problemen kijken en dus ook met andere oplossingen komen. En dat is voor ons goud. En dat doen jullie niet zo heel vaak, begrijp ik, hè? Of eigenlijk nooit? We doen het te weinig, maar dit nodigt wel uit op meer. Ja, want deze mensen die hadden zoiets van, oh, we hebben vandaag 3 vraagstukken, oh, oké, van de luchtmacht, oh, prima, geen probleem, denken we even over mee. Ja, we zijn er toch? Ja, dus ze lopen gewoon rond. Om te helpen, ja. Ze lopen gewoon rond en het zijn net mensen. Dus hartstikke goed. Helemaal goed. Nou, we gaan lekker naar de borrel en hopelijk willen meer mensen bij ons met vraagstukken werken. Wij houden er nou voor lol in en dank voor jullie vertrouwen. Hartstikke goed.